Welkom beste lezers van voetbalkrant.com. Ja, we zitten hier voor de voorbeschouwing van de clash in de Champions League tussen Anderlecht en Bayern München. Johan, onze Anderlecht-watcher, zit hier bij me. Heeft Anderlecht überhaupt een kans op een zegen? Vooraf heb je altijd een kans, maar misschien is er iets van onderschatting. Ze zijn toch al geplaatst, Bayern, dus voor de volgende ronde. En ik denk niet dat ze nog voor de eerste plaats kunnen gaan, want ja, PSG heeft hen daar een paar krammen gegeven. Dus misschien dat ze tevreden zijn met de tweede plaats en een beetje jongens laten rusten. Maar zelfs met die tweede garnituur, tussen aanhalingstekens, dat is nog altijd, daar zitten nog altijd miljoenen en miljoenen op die bank. Dat zijn namen. Dus ja, dat is een maar dat zijn ook namen die zich willen bewijzen, want dat ze willen spelen de volgende weken. Dus ik denk zelfs als je bij Bayern een B-ploeg opstelt, dat die mannen nog gemotiveerder gaan zijn dan. Ik acht de kansen bijzonder klein. Ja, Anderlecht heeft dat punt nodig, dus die motivatie zal er ook wel zijn. Maar hoe gaat Van Hazenbroek het deze keer aanpakken? Stel je eens in zijn plaats, hoe zou jij het aanpakken tegen Bayern? Ik zou een platte 4-4-2 spelen. Een platte 4-4-2? Echt waar. Stijl Glenn de Boek. Echt waar, gewoon twee Theodorsic en Onyekuru van voor, de donker Kums op middenveld. En vul de rest maar in. Zo wat de color van Zinski. En Karaspajic centraal achteraan met Obradovic op links en Kipchoge. Ja, ik heb geen vertrouwen in Abia, dus, dus dan zou ik voor die vier achteraan kiezen. En Bruno deed niet slecht als verdedigende aanvaller, zo gezegd. Dus die zou op rechts kunnen staan. En links, Trebel op links, geen Hanni? Nee. Ik zou voor deze wedstrijd echt voor gewoon. Was er wel wat namen op de bank? Tuurlijk, maar Kums en Donker op het middenveld. Verdedigend ingesteld, maar ook wat creativiteit en loopvermogen. Dus En duelkracht ook in met de Donker? Ja, tuurlijk, dat is dat, maar dat is mijn idee. Maar, iedereen zal er wel wat zo. Wat denk je dat hij gaat doen? Ik denk gewoon dat hij gaat vasthouden aan zijn systeem. Van, welk systeem? Hij heeft er al een paar. Met zijn ruit op het middenveld, denk ik. Van, hij wil daarmee doorgaan, denk ik. Dus ik denk dat Hannie ze al achter Theodorsic spelen. Gewoon de ploeg van tegen Moeskroen. Met Hannie in de plaats van Stanciu. En, Kara in de plaats van Sal, ik denk voor de Pansar. Ja, en de Schacht mag starten in de Champions League. Ik denk het wel. Tegen Leeuwarden en Co. Ja. Als die spelen. Een pronostiek om af te sluiten? 1-2. 1-2. Oké, dank u wel.